Hoi Alquinese. Via deze instructiefilm wil ik je laten zien hoe je bij je extra lesmateriaal kunt komen. En dat gaat natuurlijk altijd via de elektronische leeromgeving. Want onze school is steeds meer bezig met het inrichten van de ELO. Ik ben jouw natuurkundedocent. En wij hebben natuurlijk de ELO ingericht. Met extra materiaal hier bij de ik heb bij de studiewijzer. Ik had dit blok daar staan om die agenda even af te klemmen of af te blinden, zodat de persoon van wie ik dit account gebruik niet te achterhalen is. Dat is wel zo netjes, vind je niet? Dus de studiewijzer, die ken je al. Een heleboel vakken bieden al daar hun extra lesmateriaal aan, zoals daar zijn in ieder geval natuurscheikunde. En hier heb je de hele rits wat je nog zou kunnen raadplegen. Dringend advies. Als je dat op het laatste moment doet, de avond, vooravond aan het proefwerk, dan ben je gewoon te laat, want dan raak je gefrustreerd. Van jeetje, moet ik dat allemaal leren? Moet ik dat allemaal kennen? Dus dat had je al lang eerder moeten doen. Maar de ELO heeft nog meer. Want ELO heeft ook digitaal lesmateriaal van de fabrikant van het boek. En daar gaan we nu eens even kijken, want dat wist je nog niet, dat dat bestond. Dus we gaan naar NASC. Dan ga ik naar dat boek toe. En het is natuur... Wacht even, even kijken of ik dit aan kan passen. Ja, dan komt hij er weer in. Lesmateriaal extra. Je kan natuurlijk in het HAVO-VWO boek NASC... Kun je kiezen voor het hoofdstuk waar je in zit. Nou, nu zitten wij in hoofdstuk licht. Dan druk je op start. En dan heb je hier allerlei extra lesmateriaal. En hier studiehulp. Dat moet je zelf maar bekijken. En je kan je blijkbaar lid maken van een nieuwsbrief. Maar ik wil dit even laten zien. Lesmateriaal. En bijvoorbeeld de test jezelf. Ter voorbereiding van je proefwerk. Nou, klik op test jezelf. Ik doe de eerste vraag even voor. Vind ik gewoon even leuk. Ik heb het zelf ook nog niet eerder gezien. Maar ja, ik beheers deze stof al natuurlijk. Even kijken hoor. Vraag 1. Zet de lichtbronnen op de juiste plaats. Dus er is een plekje voor natuurlijke lichtbronnen en voor kunstmatige lichtbronnen zie ik hier. En een houtvuur. Houtvuur, ja. Ik moet het zelf aansteken. Dus ik vind dat toch een kunstmatige lichtbron. Een gloeilamp. Is ook kunstmatig. Een TL-lamp. Dat is hartstikke kunstmatig. Op de zon. Ja, daar kan ik helemaal niks aan doen. Dat is een natuurlijke lichtbron. Een kaars. Vind ik een kunstmatige lichtbron. De bliksem. Kan ik helemaal niks aan doen. Vind ik een natuurlijke lichtbron. Kan ik dat controleren? Laat fouten zien. Juist 5 fouten 1. Potverdorie. Een natuurlijke lichtbron is niet door de mens gemaakt. Niet door de mens gemaakt. Nou, lekker dan. Een houtvuur. Ja, dat heb ik toch zelf gemaakt. Nou, ik ben het hiermee niet helemaal mee eens. Laat fouten zien. Houtvuur, zie je? Nou, daar zit je dan. Nou, dat wordt geen toetsvraag. Vraag 2. Waar of niet waar? Vanuit een gloeilamp beweegt het licht zich alle kanten op. Nou, dat vind ik wel waar. Sommige lichtstralen zijn recht. Dat is niet waar. Alle lichtstralen zijn recht. Je ziet de lamp als de stralen je oog bereiken. Ja, dat is hartstikke waar. Een voorwerp dat geen licht geeft, kun je alleen zien als er licht opvalt. Dat is ook waar. Controle. Juist, 4 stuks. Fouten, 0. Hè. Ik dacht echt even... dat ik het allemaal niet meer wist. Maar dat houtvuur, dat vind ik echt wel een discussie waard. Oké, nou ja, zo werkt dat dus. Met de testje zelf. En dan zou je dus nu naar de volgende vraag kunnen. Vraag 2. Nou, dan ben je lekker bezig ter voorbereiding van je toets. Kortom, er is alles aan gedaan door de maker van het boek, door de docent die jou lesgeeft. Er is alles aan gedaan om jou... het proefwerk tot een goed einde te laten brengen. Maar nu is het aan jou
om die tijd te investeren? Dat is natuurlijk de vraag. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat jij ook die tijd gaat investeren. Ik dank je voor je aandacht.